Het 1 Twente nieuws van maandag 23 juli. De aanhoudende warmte heeft ook in Twente gevolgen. En jeugd in Enschede kan spelen tijdens de 64e FIFA. Dat ik gewoon heel veel kan stelten lopen. En Diabolo wil ik nog graag leren. Ja, de uitvoeringen vind ik er wel leuk altijd. Eenwieleren, skelten lopen. Goeiedag. Door de komst van aanhoudend warm weer is het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Het RIVM roept mensen op om extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen in verzorgingshuizen. En ook in onze regio is de warmte het gesprek van de dag. Hoe smaakt het ijsje? Lekker. En ben je al naar het zwembad geweest? Nog niet. Ga je dat nog doen dan? Ja. Ja, want het is wel heel warm vandaag, hè? Ja. En kan je er wel goed van slapen? Soms. Hoe gaat dat hier met het warme weer? Ja, gewoon rustig blijven en dan kom ik de dag wel door. Heb u een beetje vakantie op het moment? Ik heb op dit moment vakantie, ja. Dan is het warme weer wel lekker, hè? Ja, dan kun je het best volhouden. Is dat goed te doen met dit warme weer? Nou, op dit plekje is dat heerlijk te doen, want we hebben de schaduw opgezocht. En het windje vanuit het gangetje, dat waait lekker om ons heen, dus prima te doen. Want die warmte, ja, dat houdt al een aantal dagen aan. Hoe gaat u ermee om verder? Nou ja, aantal dagen. Ik denk toch al wel aantal maanden. We hebben een fantastisch zomer, toch, dit jaar. Dus daarvoor hoeven wij eigenlijk niet meer op vakantie. Hoe is het om dit warme weer mee te maken? Warm, heel warm. Maar met een flesje water komt alles goed. Dat zie ik. En wat ben u nog van plan om te gaan doen in deze warmte? Nou, wij waren van plan om naar de stad te gaan. Maar dat gaat geen pas om 1 uur ging dat open. En mijn dochter die heeft gewoon even een flesje water gehaald. Dus we moeten even overbruggen. En dan gaan we zo naar CNA, zeg maar. Maar het is wel heel warm. Vooral om te winkelen. De extreme warmte heeft gevolgen in de regio. Zo is het kanaalwater nergens zo warm als in Twente. Bij Hengelo is het water geregeld meer dan 30 graden. En dat is boven de norm van Rijkswaterstaat voor een goede waterkwaliteit. Oorzaken zijn koelwaterlozingen in combinatie met de hoge temperaturen. Ook hebben evenementen in Twente maatregelen genomen in verband met de hitte. Voor de 31e editie van de Twentse rolstoelvierdaagse in Delden bijvoorbeeld. Alleen het criterium dat vanavond wordt gereden gaat door, de rest is afgelast. En de 44e fietsvierdaagse in Enschede start morgenochtend 1 uur eerder dan gepland. Fietsers mogen al om 8 uur vertrekken. Daarnaast wordt deelnemers aangeraden de kortste afstand te fietsen, 30 km per dag. En ook de organisatie van de midzomervierdaagse Diepenheim heeft de starttijden vervroegd in verband met de hoge temperaturen. De deelnemers kunnen zich nu 's morgens vroeg melden tussen 8 en 10 uur. In Enschede is vandaag de jeugd-FIFA gestart. Kinderen kunnen zich tijdens de vakantie uitleven bij de speeltuinen in de stad. Elke week zetten weer andere speeltuinen de poort open voor de jeugd. En omdat het erg warm is, is er een tropenrooster ingesteld. Dit jaar de 64e editie van de FIFA. Is het recept nog wat veranderd in vergelijking met de vorige edities? Ja, er zijn altijd wel veranderingen natuurlijk. Het weer is anders. Vorig jaar was het niet zo mooi weer als vandaag. Uw eerste officiële opening als wethouder, hoe was dat? Ja, leuk om te doen en vooral voor zo'n groep kinderen. Dat is toch denk ik wel de leukste opening die je als eerste had kunnen doen. Heeft u nog extra voorzorgsmaatregelen genomen in verband met het weer? Ja, water, hè. Water, water en de rest komt later. Nee, gewoon zorgen dat er voldoende afkoeling is, voldoende te drinken. Dus en goed opletten dat de kinderen dat dan ook doen. Wat doe je hier vandaag? Bij een circus met allerlei spullen waar je mee kan oefenen. Vind je het leuk hier? Ja, het is echt heel leuk. Ik doe bijna een jaar al dit. En waar kijk je het meest naar uit deze week? Zeg maar, ja, ik hoop wel dat ik gewoon heel veel kan stelten lopen. En Diabolo wil ik nog graag leren. Ja, de uitvoeringen vind ik er wel leuk, altijd. Eenwieleren, skelten lopen. Denkt u dat uw zoontje over een paar jaar ook hierheen zal gaan? Nou, dat zal wel erg leuk zijn. Ik woon zelf net ietsje dichter bij de speeltuin Meckelholt.
Nou, maar daar doen ze het net zo goed deze week. Dus het zou leuk zijn voor hem als hij over een jaar of wat daar ook naartoe kan. Opstijgen en landen in het donker en bij slecht zicht. Dat gaat ook gebeuren op Twente Airport vanaf eind 2019. De verkeerstoren hoeft daarvoor niet bemand te zijn. De vliegtuigen worden door de luchtverkeersleiding van een ander vliegveld binnengeloodst. Verkeersleiders maken daarbij gebruik van beelden van een camera langs de landingsbaan. Met deze zogeheten remote tower heeft Twente Airport een landelijke primeur. En tot slot, het bestaat echt, het WK Steppen. En dit weekend was dat wereldkampioenschap in Losser. Zo'n 300 deelnemers uit 20 verschillende landen hadden zich in Twente verzameld om aan het evenement mee te doen. Op verschillende onderdelen werden de peentjes gezweet, de sprint, de estafette, het criterium en gisteren afsluitend de marathon. Tot zover het nieuws. Zometeen het veld op, maar nu eerst nog het weer. Ik wens u een hele fijne avond en heel graag tot morgen. Ook deze week blijft het volop zomer in Twente. Vandaag was het in de middag 30 graden. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 graden. Vanaf morgen stijgt de temperatuur verder door en wordt het zelfs 33 tot 35 graden. 's Nachts is het een graad of 19. Het blijft de hele week droog.